Hallo iedereen, mijn naam is Dylan. Ook al is de bom genoemd. Ik ben hier met mijn eerste Nederlandstalige video. Mijn kanaal Legend Para. Wordt waarschijnlijk nog een aantal programma's veranderd. Maar dat is niet belangrijk. Wij gaan toch liever lekker op het internet surfen. Vergeet het wat te openen, maar ja, dat is snel gedaan. We gaan gewoon naar Cube Fields. Oh. Het is een heel leuk spel en dat gaan we nu ook vandaag spelen. Waarom? Ja, het is wel fijn. Oh, ik heb verkeerd de website kunnen. Die is beter. So, daar kun je fullscreen, dat is awesome. Denk ik wel. Hoe kun je fullscreen? Ah, oh, ja, daar heb je fullscreen kan. Ah, oh, wat man. Ik ben niet de beste in het spel, maar we gaan proberen er wat van te maken. Oh jezus. Even een mes aan de kant. Even de vingertjes opwarmen. Nou, geweldig. Ik weet dat ik heel wat en zo zeg. Het is zo van mijn probleem, I guess, met praten. Maar ja, ik kan er niet iets in doen. Daarom ben ik ook niet een commentator, maar ik vind het op een of andere manier vind ik de reden. Ik vind het leuk om te commentaten, maar ik denk niet dat echt mensen het heel leuk vinden om naar te luisteren. Dus, maar ik weet het niet. Terug op een. Alles is onderhoofd scoren, dat is niet. Ik ben echt slecht in de noord, maar ik zie nu net aan mijn linkerkant van het scherm dat er een leuke speldje in de site zit. Ik moet meer concentreren even op deze game, want ik zit heel naar die lijst van spelden denk ik. Ik zie er Happy Wheels staan, maar dat is niet helemaal. Ik wil het proberen, ik ga gewoon. Eerst in een Nederlandstalige video ga ik gewoon, proberen er wat van te maken. Weet dat ik niet echt zo'n goede game ben? Nee, ik heb niet echt een game op de PC. Ik heb hier wel CD-ROMs liggen van Need for Speed of Harry Potter of zo, maar het gaat niet doen. Terwijl, dan moet ik dat allemaal nog installeren en ik heb het allemaal nog. Laat me weten in de comments hoe jullie dag was. Maar het probleem is dat ik dit vraag is omdat meer mensen van mijn subscribers zijn echt alleen maar Engelsen. Waarom zo moeilijk? Het zijn allemaal Engelsen en die gaan waarschijnlijk niet verstaan, maar ik ken heel veel Nederlands. Dus, kan ik trager? Ik denk het wel, wacht, ik kom sneller. Dus nu zie ik op de achtergrond door, dus nu ben ik zo heel verveeld en niks aan het luisteren, maar de muziek komt, er komt muziek op de achtergrond in ieder geval. Ik werk met een heel raar programma, kan ik het dan noemen. Ik weet niet hoe ik het moet noemen op het programma. Het is nieuw voor mij, normaal gebruik ik Movie Maker. Het programma dat ik gebruik noemt Filmora, denk ik. Het is zo ergens iets en het ziet er niet slecht uit. Bij Movie Maker kocht je de muziek en zo. Had je niet een aparte lijnen, deze wel. Dus het lijkt een beetje Sony Vegas ofzo, maar ik weet dat het niet is. Veel slecht in kwaliteit, maar. Toch, het lijkt er heel veel op. Van wat ik gezien met andere video's, want ik heb het zelf niet hoor. Dus Photoshop heb ik ook niet. Gebruik ook niet, ik heb Pixel. Als ik een thumbnail maak dan. Meestal ben ik het te lui voor, maar ik zal wel thumbnails maken. Maar het probleem is, we maken thumbnails. Ik kan niet zo goed onderweg toch met Pixel. Want het is geen download, het is een website, iedereen kan het gebruiken. Maar ik weet het niet, ik ben niet echt zo genie met computers, maar ja,
Oké, weet je wat, ik heb een heel verhaal. Vertel. Wat er dus is gebeurd, het kan zijn dat er eigenlijk een stuk geknipt had met een video, want ik hoorde van aan de deur. Zeker dat ik wilde zien dat de video verpest. Dat ze vandaag een keer doen, dus nu. Oké. Dus ja, ik zal mijn levensverhaal even vertellen. Hallo. Oké, dat was het van de zesde manier. Ik heb snel proberen verder te gaan met mijn nieuwe huiscode. Dus ik denk ik wat in speed-up gedaan. En ik kon net de eerste daar vertellen. En ik kon dus een het maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Dus wat er eigenlijk is gebeurd. Ik heb PS3 gehad. PS3 werd oud. Werd stoffig. Ik had er niet aan gedacht om het uit te blazen. Of voor alle stof weg te doen. Want eigenlijk functioneerde die wel nog goed, maar met dat stof erin liggen alsof die echt oud was, dat het gewoon niet meer wel moest functioneren. Wat deed ik? In plaats van computers kopen, kocht ik een Xbox 360. En natuurlijk heb ik dat ook wel weer boven de 1000 euro gekocht en gekost. En natuurlijk, verspilling van geld. Ik heb meer dan 1500 euro zo verspild in een Xbox. Met packs en alles terug en zo. Hè. Dus daar heb ik redelijk veel geld aan gespeeld. In plaats van een PC te kopen. En nu heb ik mijn PS3 uitgeblazen. En blijkt nu dus dat hij wel weer te. Hij werkt toch gewoon normaal. Oké, hij hangt regelmatig vast, maar dat is bij elke PlayStation. Ik zou graag de PS4 willen gewoon omdat ik niet goed met de computer wel weg kan, zoals ik al zei. Ik ben nu eenmaal een console gamer. Dit soort games op computer is wel leuk. En ik heb ook wel een kater gekocht van de Xbox 360. Dat ik daarom games op moet horen met mijn YouTube kanaal, zoals jullie al misschien de vorige video's van mijn kanaal hebben bekeken. Dat is allemaal een record met de Elgato en een heel shit computer. Shit laptop zou ik maar beter zeggen, want ik ben nu ook op mijn laptop aan het gamen, maar deze laptop is chill, want deze laptop is normaal voor huiswerk. Maar, gewoon een programma of dit erop, dat is allemaal ook niet echt doen, hè. En ik mag uploaden op deze computer, dat is het best. Alleen ik mag bijvoorbeeld niet iets anders als Steam of zo. Misschien ga ik Steam downloaden dan. Account maken, maar ik weet niet of je ervoor moet betalen voor een account zoals je doet met Xbox Live. Zo Xbox Live Gold en zo. Dan moet je 35 euro per jaar betalen. Voor 1 jaar lang bedoel ik, dus een abonnementje. Ik weet niet of dat moet met Steam. Ik ga er niet te veel achter, ik zal het wel ooit eens vragen. Ik zal wel eens rondvragen bij een van mijn vrienden die er verstandig voor hebben. Ik heb dus er twee in de klas zitten, ze zijn echt smart aan op computers. Alleen ze kunnen ook wel zo'n lullen zijn die gewoon de dingen gaan wijs maken. Ik ken het wel in de klas. Maar voor de rest ga ik gewoon eigenlijk hier dit soort games doen. Niet alleen maar hetzelfde spel, ik zal ook wel Agario doen. Maar een of andere reden zijn de servers van Agario echt shit. Ik word gewoon de hele tijd zo connection lost. En ja, ik weet het niet waarom. Ik weet niet waarom, maar ja. Voor de rest ken ik niet echt een leuke spelletjes. Als jullie er wel weten, laat het alsjeblieft weten in de comments. Zodat ik ze met jullie kan spelen. Als jullie bijvoorbeeld, weet ik veel, misschien een leuke video weten voor mij erop te reageren. Als jullie willen dat ik een challenge doe in real life zo, dat ik het dan ook film doen. Dat kan natuurlijk ook altijd. Ik kan van alles doen. Jullie laten het maar weten in de comments. Want qua YouTube ben ik echt even lost. Want ik heb al 3 weken niet meer geüpload. Vanwege dat me dan gaat dat ik niet meer naar PS3 ben gegaan. En ik vind geen kabel voor PS3 in te steken. En het is heel moeilijk nu. Dus
Maar ik vind dat die zei dat ik niet ben, want de laptop waarin ik het koop, als ik misschien al in mijn vorige video's heb gekeken, dan zag ik dat het echt bro was, die PC. Die PC was letterlijk shit gewoon. Ik ben me nu concentreren. Dit is episch. Oké, dat was het cool. Ik ben nu wel goed in het gaan. Ik heb het er al daarvoor ook al eens geprobeerd en dat ging echt slecht. Ik en mijn vrienden hebben dit ook al eens in school gedaan. We hebben een glitch gevonden als je in het begin, als je die lange lijn hebt, zoals een van deze, maar dan dat het niet beweegt. Zo in het begin als je een nieuw level opstart, dan is het een lange lijn. En als je dan aan het einde van die lange lijn meteen naar rechts gaat, of misschien een verre begin, gewoon meteen naar links of naar rechts gaat, dan raken die blokken jou niet. Als je het vroeg genoeg doet, oh, als je het vroeg genoeg doet, dan raken de blokken jou niet. Hoppakee. Oké, sorry voor de onderbreking, maar we zouden erbij. Ik weet het niet, maar wel heel goed gepaard voor ons, maar niet. Maar, ah ja, in verder begin dan raken de blokken zo niet meer en dat is redelijk handig. Alleen in mijn school, een van mijn vrienden, hij heeft dan dat geprobeerd en hij was boven de 1,2 miljoen geraakt of zo. En ik en mijn vriend waren dan weer zo wild genoeg om dan te proberen te zijn vinger van toetsenbord heel te af te rammen. Maar hij heeft tot de 1,2 miljoen gehaald zonder afgeramd te worden. En toen hebben we er afgeramd. Maar hij heeft wel heel veel geluk gehad, want we hebben nog niemand nu geprobeerd en we hebben niet verder geraakt dan de 600k of zo. Het is nog steeds veel, maar het is toch nog zo. Je raakt niet verder, want je moet geluk hebben dat de blokjes nog niet raken. Ze raakt hem gewoon niet in pure geluk ofzo. Want wij die dat doen, kunnen wij de juiste timing, of geen misschien even verschillende anders, maar toch. Daar zit er nog een leuk spel. Dat is goed. Ja, we hebben genoeg van dit spel. Deze video gaat al wat langer zijn dan anders, maar ik denk niet dat een probleem is voor jullie. Super Mario World. Super Mario 63. Pac-Man. Oh kut, druk op andere. Pac-Man, hier. Oké, we gaan even Pac-Man spelen. Kijk hoe dat gaat zijn. Oh my god. Ja, ik ben dood. Oh, wat? Je ging nog weg. Oké, ik zou je even pakken, man. Ik speelde het allemaal op dat ik dacht dat ze het doen. Echt, dan. Waarom ging dat zo snel? Oké.